President Bouterse belooft meer aandacht jongeren bij grond- en huisvestingsbeleid. De noden van steeds meer woningzoekenden worden onder het bewind van president Desiree Delano Bouterse gelicht. Ook in 2019 zal de regering zich blijven beijveren om de nood van woningzoekenden verder te verlichten. Met medewerking van het particulier initiatief en met inbreng van financiën en grond door de overheid zal met nieuw enthousiasme de woningbouwproblematiek aangepakt worden. Natuurlijk zal ook het eigen initiatief van woningzoekenden in deze sterk worden gestimuleerd, aldus president Bouterse tijdens zijn nieuwjaarsrede. De president zegt vervolgens dat voor wat betreft gronduitgifte het beleid vooral zal worden gericht op de jongeren, de werkende jongeren, jongeren met een gezin en studerende jongeren. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.